Hij had een charisma en had intussen ook het vermogen om de zwakke plekken in de ander op te zoeken. En te kijken of iemand in staat kon worden gebracht om met hem samen te werken. Willem van Oranje, vader des vaderlands, de zwijger, de verdediger van de reformatie, stamvader van ons koninklijk huis. Misschien wel de bekendste man uit de geschiedenis van Nederland. Nou ja, Nederland, wat was een Nederlander in de 16e eeuw? Willem van Oranje, geboren 1533 in Duitsland, vermoord amper 51 jaar later in Delft. En René van Stipriaan schreef een boek over hem, een biografie. Een kloekboek, mag ik wel zeggen. Meer dan 700 bladzijden tekst. En dan tel ik de literatuurlijst en de noten niet eens mee. Vandaag is René van Stipriaan hier om over het boek te praten. En welkom René. Fijn dat je er bent. Een geweldig boek. Niet alleen in vorm, een enorm dik boek, maar ook qua inhoud. Ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Ja. Maar ik wil er graag natuurlijk wel wat dingen over vragen aan jou. Ja. En eigenlijk de eerste vraag is natuurlijk, als je zo'n boek ziet, ja, Willem van Oranje, dus niet de minste in onze geschiedenis. Hoe kwam je op het idee om een boek over hem te gaan maken? Ja, dat is een beetje een omweg geweest, want ik wilde in eerste instantie niet meteen een biografie over Willem van Oranje schrijven. Ik wilde een boek maken over de propagandaactiviteiten van Willem van Oranje. Okay. Ik ben literair historicus van huis uit. Dat lag bij wijze van spreken ook vrij logisch op mijn weg om dat te doen. Ja. Yeah. En ik dacht, nou ja, goed, daar zit een mooi boek in. Ik vond ook wel interessante dingen die dat boek als het ware schraagde. Maar terwijl ik ermee bezig was, hoe deze man bij wijze van spreken een beeld van zichzelf de wereld inhielp of liet helpen door zijn propagandisten, raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in de man achter dat beeld. En op het moment dat je probeert dat beeld en de man erachter tegenover elkaar te zetten, dan heb je al de stap gezet richting een biografie. En dat is ergens zo, denk ik, toen ik een jaar of 4, 5 ermee bezig was, is dat moment gekomen dat ik dacht van, ja, laat ik maar een biografie proberen te schrijven. Ook wetend dat er geen moderne goede biografie was. Ja. En toen ik dat tegen mijn uitgever zei, zei hij, ja, dat moet je doen. Ja, dat is prachtig. Want dan is er ook eigenlijk geen weg terug meer, stel ik me zo voor, vanaf zo'n moment. Iemand die beslissing hebt genomen. Dat klopt, omdat de biografie ook wel de manier is om de man en zijn daden en de manier waarop je probeert het publiek te beïnvloeden. De biografie maakt dat als vorm om het te vertellen, als geen ander duidelijk. Dus je kunt dat heel goed op die manier aanvliegen, als het ware. Ja. Maar wanneer ben je begonnen eigenlijk met het onderzoek doen? Ja, dat is lang geleden. Ik schaam me er wel eens voor om dat te vertellen. Maar ik had in 2001 mijn boek Het Volle Leven af. Dat is een jaar later verschenen. Ja. En dit boek komt eigenlijk enigszins voort uit Het Volle Leven. Ik had toen een vrij uitgebreide studie gemaakt van de 16e eeuw, de literatuur in de 16e eeuw, de volle breedte. Maar zag toen ook hoe Oranje staat was om de belangrijkste auteurs van die tijd, van de periode 1560 tot 1590, om die aan zich te binden. Yeah. Je ziet gewoon al het literaire talent zie je met Oranje in contact staan. Ja, ja. En dat vond ik intrigerend. Ja. Dus daar begon het mee. Okay. Dus ik ben al, uiteindelijk ben ik er zo'n 20 jaar mee bezig geweest. Maar het is geen reden om te schamen, want je hebt een hele hoop andere boeken in de tussentijd ook geproduceerd. Ik moest ook nog mijn brood verdienen. Dus, dat is ook. En daaronder zitten ook wat biografische werken, dus het was ook niet dat dit voor het eerst een biografie is die je geschreven hebt. Ja. Nu kan ik me toch voorstellen, als je eenmaal bezig bent, het groeit natuurlijk, het wordt altijd groter dan je waarschijnlijk denkt in het begin, zo'n onderzoek. Heb je wel eens gedacht, dit wordt me te veel eigenlijk gewoon. Ik heb regelmatig gedacht, dit wordt me te veel, want het is ook te veel. Ja. Het is eigenlijk niet te doen. Kijk, ik wilde Oranje, behalve dat ik natuurlijk wel een bepaalde fixatie had op hoe hij, wij spreken, die publieksbeïnvloeding deed, maar ik wilde hem eigenlijk ook loshalen uit die vrij enge Nederlandse begrenzingen waar hij ook wel heel lang in gezeten heeft. Ja. Dat je hem bij wijze van spreken binnenlands ziet
opereren. Dat is ook heel interessant. Maar zijn betekenis en zeg maar, ook de rijkwijde van zijn opereren zie je pas in de Europese context. Dus die kreeg er ook nog gratis bij. En voor je snapt hoe dat ongeveer werkt, Europese krachtenspel in elkaar zit, ben je ook wel even een paar jaar verder. Geloof ik graag. Nee, maar een van de interessante dingen aan je boek is inderdaad, vond ik, dat je dat handelen van de prins eigenlijk voortdurend in de context zet van, wat er toch in Europa gebeurt. Ja. En het is natuurlijk meteen een heel Europees gebeuren met, in dienst van Karel de Vijfde en de landvoogdes Maria van Hongarije. En dus er is altijd een beetje een, je hebt eigenlijk de privé, de particuliere man, de familieman, zou je ook misschien kunnen zeggen. En daarnaast heb je degene die in dienst is. Nou, eerst van de Spanjaarden en later natuurlijk wisselt dat. Ja, dus dat is één. Je ziet dus in dat leven een aantal stadia zich voltrekken, waarin wij spreken het opereren en het denken van Willem van Oranje ook verandert. Ja. Dat is één. Maar je moet ook altijd bij een biografie als deze, je moet er rekening mee houden. Je schrijft over een man, één persoon als handelend en denkend individu. Ja. Als je dat al te zeer uitvergroot, dan kan het lijken dat je iemand neerzet als iemand die, bij wijze van spreken, bepalend in de wereld aanwezig is. Mm-hmm. Maar het is in dit geval ook andersom. Er zijn ook heel veel individuen, instanties, politieke entiteiten die enorme invloed hebben op het opereren van Oranje zelf. Ja. Yeah. Hij is vaak speelbal van de omstandigheden. Nou, die indruk kreeg ik ook wel in het boek, inderdaad, dat hij soms wordt hij geleefd als het ware. Ja. Dat eigenlijk de keuzevrijheid is dan toch beperkt soms. Ja. Ook omdat hij natuurlijk broodheren heeft voor wie hij werkt, zeker in het begin. Ja. En dan, dan moet hij natuurlijk rekening mee houden. En wil hij zijn positie behouden, dan moet hij ook inderdaad zijn oor leggen bij de landvoogdes bijvoorbeeld. Ja, en dat is nog de bewijsprekende. De vreedzame fase van het hele conflict. En dan zie je al dat hij zich moet verhouden. Maar dan zie je ook dat hij altijd bezig is om zijn eigen politieke lijntjes te ontwikkelen en daar mensen bij te betrekken. En dat is ook wat hij als geen ander kan. Was hij daar handig in? Hij was er enorm handig in. Ja. Je moet je hem toch voorstellen als een buitengewoon intelligente man. En dan moet je zijn intelligentie ook voorstellen als ook wel begiftigd met een enorme sociale intelligentie. Hij kan mensen aan zich binden. Hij kan ook mensen dingen laten doen waarvan ze niet dachten dat ze die ooit zouden doen. Ja. En kon iets naar boven brengen bij mensen. Ja, dus hij had een charisma en had intussen ook het vermogen om bij wijze van spreken de zwakke plekken in de ander op te zoeken en te kijken of iemand bij wijze van spreken in staat kon worden gebracht om met hem samen te werken. Nou, daar geef je een heel goed beeld van, maar ik vraag me dan af, hoe ben je precies eigenlijk te werk gegaan? Want er zijn natuurlijk heel veel geschreven, of er is al heel veel geschreven over Willem. Nou, daar zul je veel van gelezen hebben, neem ik aan. Ja. En begin je dan, zeg je nou, ik ga nu eerst 2 jaar lezen of zo. En dan duik ik een keer de archieven in om originele stukken te zien, brieven of zoiets. Of gaat dat op een andere manier? Ja ik heb er in eerste instantie heel veel overgelezen, omheen gelezen. Dat we zeggen ook het net veel breder uitgegooid dan alleen de persoon Willem van Oranje. Ja. Dus toch wel proberen wat greep te krijgen op de tijd. En ik ben ook blij dat de studie van de 16e eeuw de afgelopen 40 jaar een enorme vlucht heeft genomen. Ja. En dus de kijk op de 16e eeuw, het Europese conflict dat is ontstaan uiteindelijk de kiem van godsdienstoorlogen. Dat zie je dan bij Oranje een bepaalde gedaante aannemen. Maar het is wel een zaak dat je ook een beetje weet van hoe dat in de rest van Europa toe gaat. Dus dat was één. En het onderzoeken van de bronnen, dat deed ik intussen ook wel. Hè, want je moet kijken of je allerlei seriële bronnen als
als briefwisselingen en, en chronieken en dergelijke. Ja, het is wel zaak dat je daar ook greep op ontwikkelt. Ik heb achteraf wel eens gedacht van, had ik het niet moeten aandurven om alleen tot de bronnen zelf te beperken. Hè, om het helemaal uit de bronnen op te bouwen en helemaal niet meer iets te lezen. Omdat als je onderzoek doet, dus dat is mijn ervaring, dan komt er altijd een moment dat de bronnen je meer vertellen dan de secundaire literatuur. Ja. Je hoeft maar een willekeurige bron op een goed ogenblik te pakken. Je leest daar dingen in. Je wordt bepaald bij een bepaald perspectief op de wereld. Dat veel meer zegt dan wat, hoe geleerd de collega's ook zijn. Ja. Wat iemand anders daarover. En zijn die bronnen, zijn die volledig genoeg om het hele verhaal te vertellen? Nee, maar kijk, daar zit ook uiteindelijk het probleem. Het is met name bij Oranje is het heel erg moeilijk om dat deze manier op te zetten. Omdat voor een deel de correspondentie is verdwenen, dat is één. En voor een ander deel moet je ook wel zeggen, Oranje is niet iemand die veel van zichzelf blootgeeft. Ja. Yeah. Daar zit al een bepaalde beperking. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld over Philips II bekend is, over natuurlijk zijn politieke handelen, maar ook over zijn persoonlijke leven. Mm-hmm. Daar getuigen de geweldige biografieën die Geoffrey Parker over hem heeft geschreven. Yeah. Dan zie je daar een vloed aan archiefmateriaal. Yeah. Dat over Willem van Oranje ten enenmale niet bestaat. Ja. Hoeveel brieven zijn er eigenlijk bekend van Willem? Het exacte aantal brieven van Willem zelf. Ik meen dat op het iets van 6.000-7.000 zijn. Ja. Yeah. Totale dat is toch een behoorlijk aantal. Ja, dat is heel veel. Maar er zit heel veel kanselarij-correspondentie in. Ja. Dus iemand die een aanstellingsbriefje krijgt. Of dat, ja, dat ja. Dus als je het... Het is meer administratie eigenlijk dan een brief. Ja, maar als je het dan probeert in te perken tot het... wat bij wijze van spreken meer de persoonlijke correspondentie van Oranje is. Dan is het deel brieven dat hij wisselt met zijn familie, mm-hmm. zijn broer Lodewijk met name en zijn broer Jan. Daar zit eigenlijk de belangrijkste informatie. Ja. En zijn dat brieven die hij zelf schreef of had hij eigenlijk altijd een secretaris die dat deed? Ja, meerdere secretarissen aan het werk om die hele papierwinkel überhaupt af te werken. Maar dat gold voor elke vorst op dat ogenblik. Ja. Dus hij zette over het algemeen alleen maar zijn handtekeningen. Er is wel een enkele brief waar hij waar hij zelf de pen voert, maar dat zijn er enkele tientallen. Oh, ja. Die secretarissen, die zullen toch waarschijnlijk gewoon op de brieven wel gedicteerd hebben gekregen. Ja. Want je ziet wel in de brieven af, ze dragen wel heel duidelijk het stempel van Willem van Oranje. Zeker als het om die... dus ze zal een deel gedicteerd hebben bijna. Ja, zeker. Maar nog even terugkomend, je zei in het begin van je onderzoek, je was eigenlijk aanvankelijk vooral geïnteresseerd in die propagandistische kant, hoe ze dat aanpakten. En in je boek heb je het dan ook een aantal keer over het belang van de boekdrukkunst, die natuurlijk een rol speelde. Dat begint natuurlijk al een tijd voor Willem. Ik bedoel Erasmus en Luther en zo, die gebruikten de boekdrukkunst ook al heel erg als propaganda. Maar dat is wel een heel interessant aspect. Zeker natuurlijk hier in een bibliotheek als deze, waar heel veel van dat soort gedrukte bronnen aanwezig zijn. En ik stel voor dat we even gaan kijken naar een filmpje van collega Casper van Ommen, die een aantal van dat soort gedrukte bronnen zal laten zien. Als we het hebben over grote monumenten in de drukkunst in de Nederlanden, kunnen we natuurlijk niet om de Polyglotbijbel heen, die gedrukt werd door Christoffel Blatijn in Antwerpen in opdracht van koning Philips II. Uitgerekend dit boek, 8 delen weliswaar, werd cadeau gedaan als eerste boek als geschenk bij de opening van de universiteit in 1575. Lange tijd was dit ook het enige boek wat in bezit was van de universiteit. Maar het was natuurlijk een heel belangrijk boek, want het betreft een Bijbel in de 4 grondtalen waarin de Bijbel is geschreven. Hebreeuws, Aramees, Latijn en Grieks. Een ontzettend belangrijk boek, maar ook ontzettend mooi uitgegeven. Echt een monument van geleerdheid. Dus het was ook heel toepasselijk dat dit geschenk door Willem van Oranje werd gegeven aan de universiteit.
Dat zien we ook in de opdracht die Willem van Oranje in het boek liet schrijven. Hij heeft het niet zelf gedaan, maar liet het doen door een klerk. Waarin eigenlijk een aanwijzing staat hoe dit boek gebruikt moet worden. En wat ook eigenlijk de importantie van het hele boek aangeeft. De inscriptie luidt in het Nederlands. In dit grote heelal dat we alle bewonen is niets waardiger dan de mens. In de mens niets waardiger dan de deugd. Onder de deugd en geen waardiger dan de godsdienst. In de godsdienst dan het heilige woord gods. Het welk in deze acht delen volkomen begrepen de doorluchtige en onvergelijkelijke prins Willem van Nassau aan deze opgroeiende academie als een gelukkig begin ten geschenke gaf. Eeuwig leven zijn roem, leven de school, leven de godsdienst. Nou, dat geeft natuurlijk al aan, inderdaad, dat prins Willem van Oranje een gelovig mens was. Dat de universiteit ook een opleiding was waar de godsdienst natuurlijk heel belangrijk was. En als boek is het natuurlijk een schitterende eerste geschenk waar, denk ik, alle studenten en alle hoogleraren hun voordeel mee konden doen. Een heel ander soort drukwerk betreft de zogenaamde pamfletten. Zoals u ziet, wat kleinere boekjes, wat eenvoudige boekjes die gepubliceerd werden in een zekere regelmaat, zoals bijvoorbeeld kranten nu in onze tijd worden gepubliceerd. Het waren altijd actuele onderwerpen die erin werden behandeld en tijdens de 80-jarige oorlog was er een enorme pamflettenproductie. Pro en contra, tegen elkaar, voor elkaar, met elkaar in discussie. En een aantal van die pamfletten zijn heel belangrijk geweest in de tijd van Willem van Oranje. Ik heb er hier twee liggen. Eentje daarvan is de zogenaamde apologie van Willem van Oranje. En de andere is het plakkaat van verlatingen. Die twee pamfletten die volgen vrij snel op elkaar. De apologie is van 1580. Dan is de relatie tussen Willem van Oranje en koning Philips II... al zo verslechterd dat Philips II eigenlijk de schuld van de opstand in de schoenen van Willem van Oranje wil schuiven. En Willem die maakt een verweerschrift, een apologie, waarin hij eigenlijk zegt, nou, het is niet mijn schuld, het is de schuld van de koning. En hij ook uitlegt waarom hij de opstand zeg maar steunt. En tegelijkertijd ook een grote aanval doet op Philips II. Een jaar later wordt het plakkaat van verlatingen gepubliceerd. Heel belangrijk, denk ik, voor ons land. Want het is eigenlijk een soort geboorteakt, zou je kunnen zeggen, van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hierin wordt eigenlijk gezegd, wij verlaten Philips II als koning. Wij willen niet meer onder hem vallen. Wij willen onze eigen weg gaan. En zweren hem eigenlijk af. Dat was geen eenvoudige zaak, want zij hadden in de Nederlanden nog geen andere soevereine vorst die het land zou moeten besturen. Willem van Oranje was weliswaar zeg maar een leider van de opstand, maar hij was nog geen vorst van Nederland. Dus dat was een grote gok die men hier nam. Maar toch, het is een belangrijk document voor het ontstaan van de staat van Nederland. En velen hebben ook de vergelijking getrokken met dit document en bijvoorbeeld de verklaring van de onafhankelijkheid van Amerika in 1776. Ja, dank je Casper. Dat was heel interessant om te zien. Nou, we hebben een aantal pamfletten gezien die in de bibliotheek worden bewaard. Op sommige boeken kom ik straks nog terug. Maar ik wou, kun je iets meer zeggen over hoe Willem eigenlijk die propaganda of die boekdrukkunst als propagandamiddel gebruikte? Was dat iets waar hij zichzelf heel erg van bewust was, denk je? Ja, dat mogen we wel aannemen. Ja. Kijk, de boekdrukkunst is een nog vrij jonge kunst in de ambacht, ja. In de 16e eeuw. Ze doen het net een eeuw ongeveer. Het is een duur medium. Boekdrukkunst is ook niet een heel erg snel ontwikkelend bedrijf geweest. Met name de eerste eeuw kenmerkt zich door een enorme crisis. Ja. Dus die boekdrukkunst die dringt niet heel makkelijk en vanzelfsprekend door. Maar een van de belangrijke elementen is toch wel geweest in Duitsland het opereren van Luther. Als iemand een enorme draai heeft gegeven aan de werking van het gedrukte woord, dan is het wel Luther geweest. Ja. Die middels politieke pamfletten, theologische pamfletten, bijbelvertalingen en wat niet al,
Ja. Een stroom van publicaties. Ik geloof dat hij inderdaad wel de meest gepubliceerde auteur in de 16e eeuw is. Ja, dat zal, Europa, dat zal zo zijn. Ja. En, maar hij gebruikt dat heel welbewust en offensief. Vanuit een onderliggende positie. Dat is natuurlijk een heel erg belangrijke. Dus als hij vanaf 1517 die reformatie in gang zet, dan heeft hij het in potentie aan de stok met zo'n beetje iedereen die macht vertegenwoordigt. Ja. En hij zet dat middel heel doeltreffend in. Duitsland blijkt ook in grote geledingen toe te zijn aan zoiets als een reformatie. Ja. En dat de weg daartoe wordt geplaveid door het gedrukte boek. Ja. En Willem van Oranje heeft dat natuurlijk meegekregen. Hij is voor een deel in Duitsland opgegroeid. Zijn ouders werden Luthers. Ja. Dus hij zal ongetwijfeld van dat soort pamfletjes en zo'n boekjes van Luther gekend en gezien hebben. En ook zie je dan in die tijd al dat ook Duitse vorsten beginnen die mogelijkheden van die boekdrukkunst ook te exploiteren. Ja. En met dat Oranje in de jaren 60 in conflict komt met, je zou kunnen zeggen, met het bewind van Philips II. Mm-hmm. Dan heeft hij in het begin nog niet zo de neiging om daar in pamfletten ook rugbaarheid aan te geven. Dat laat hij bij wijze van spreken aan anderen over. Want hij werkt een beetje op de achtergrond. Hij probeert anderen bij wijze van spreken die oppositie te laten doen. Dat is natuurlijk ook vaak de kunst, van het andere laten doen. Ja, ja. Dus dat, maar in 1568, als hij echt een openlijk conflict is met het Spaanse bewind. Ook al zijn politieke functies zijn afgenomen en zijn bezit is geconfiskeerd, dan treedt hij openlijk in pamfletten naar buiten. Ja, ja. En dan zie je ook dat hij het nog een beetje moet leren. Wat het wezenlijke element in zijn propaganda wordt in de loop der tijden, is dat hij zichzelf positioneert als de man die het grote offer, wij spreken met zijn leven, brengt voor het Nederlandse volk dat zich moet losvechten van die Spaanse tirannie. Ja. Een voortdurend terugkerend element. Ja. En dat wordt goed in de verf gezet. Dat blijkt ook heel effectief te zijn. Ja. Maar in het begin, dat is echt een bewuste PR-stunt, zou je kunnen zeggen. Ja, daar wordt volgens mij behoorlijk goed over nagedacht. Ja. Dat wordt ook telkens een beetje fijn geslepen, maar in het begin zie je hem vooral de aandacht op zichzelf richten. Op het leed dat hem, met die confiscatie en met het afnemen van die politieke functies is aangedaan. Ja. Nou goed, hij merkt dan dat die Nederlanders die moeten overtuigen van het juiste van zijn zaak. Hè, want hij wil een invasie plegen om Alva uit Brussel te verdrijven. Dan moet je mensen meekrijgen natuurlijk. Hij moet mensen meekrijgen, maar die denken van beste Oranje, je kunt wel het probleem wel hebben, maar zoek dat maar even lekker zelf uit. Ja. En zo gaat het ook. Hè. Dus de Nederlanden komen niet in opstand op dat ogenblik. Ja, ondanks dat hij er toch al behoorlijk wat pamfletten tegenaan gooit. Ja, ja, ja. Maar hij wordt dus net iets te laat wakker als het gaat om het bewerken van het gemoed van het publiek. Ja. Nou, dat zie je de jaren erop, zie je dat steeds beter. Dat is ook niet zo makkelijk. Hè? Nee. Nu is het, en dat wist ik eigenlijk voor ik aan jouw boek begon, niet zo, moet ik zeggen. Vooral in die jeugdige jaren, als Willem eenmaal vanuit Duitsland naar Breda gaat en hij is erfgenaam van René van Chalon, dan komt hij eigenlijk toch in een hele luxueuze omgeving terecht. Zeker. Hij heeft een paleis in Breda, hij heeft een paleis in Brussel, daar kan hij dan nog geen gebruik van maken, maar is wel eigenlijk zijn bezit. Hij komt over de vloer bij Karel en bij Maria van Hongarije. Ja. Hij ziet waanzinnige weelden, volgens mij. Ja. Die paleizen hangen vol met kunst, echt de top van wat er toen was. En later in het leven van Willem zie ik daar eigenlijk niet meer zo heel veel van terug. Het is niet dat hij zichzelf tot een enorme mecenas van de kunst ontwikkelt. Of zie ik dat verkeerd? Daar is wel eens de conclusie uit getrokken dat hij weinig belangstelling had voor kunst. Nou kijk, een heel groot kunstliefhebber zal hij waarschijnlijk niet geweest zijn. Ja. Hij was ook geen groot boekenverzamelaar.
om maar even een paar van die hobby's te noemen die de hoge adel ja. in die tijd of dag mee bot viert. Maar ik denk dat die conclusie ook wel een beetje getemperd moet worden, want Oranje is vanaf zo 1560 al behoorlijk in conflict met het bewind van Philips II. Dat ontwikkelt zich. Dat slaat uit in 1567, 68. En dat conflict komt eigenlijk nooit meer echt tot bedaren. Ja. Dus het klimaat was er ook niet na, zeg je eigenlijk? Nee, dus Willem van Oranje loopt continu achter de feiten aan. Hij moet continu improviseren. Hij heeft continu geldgebrek. En ja, hij laat zichzelf wel afbeelden. Hij laat zichzelf wel op allerlei manieren ook vorstelijk afbeelden. Ja. Dus hij zet wel degelijk in op allure. En die allure is ook bedoeld om indruk te maken. Ja. Maar dat is kunst natuurlijk in vorstenkringen eigenlijk bijna altijd in die tijd. Ja. Maar vanwege het geldgebrek, noem maar op, zie je hem nou niet meteen de grote mecenas spelen. Want dat zou wellicht, stel dat hij het geld had, dan nog zou het vanwege de enorme behoefte aan financiële middelen in het krijgsbedrijf. En ook voor het herstel van steden, dijken, noem maar op. Dat zou toch ook niet helemaal een goede indruk wekken. Je ziet Willem van Oranje bij wijze van spreken ook in de loop van de jaren een steeds ingetogener beeld van zichzelf naar buiten. Spelen daar geloofsovertuigingen misschien ook een rol? Ik heb het idee dat hij daar dat niet zozeer geloofsovertuigingen een rol speelt, maar wellicht wel gevoeligheden die op het vlak van het geloof zitten. Mm. Hij associeert zich vanaf 1573 uitdrukkelijk en openlijk met Calvinisten. Maar ik heb er goed naar proberen te kijken en ik heb niet kunnen vaststellen dat daar nou een hele diepe Calvinistische overtuiging onder schuil ging. Ja, ja. Maar de Calvinisten zijn zijn belangrijkste bondgenoot. Ja. Ze verlenen de opstand waar hij de aanvoerder van is ook daadwerkelijk grote stootkracht. Het is ook een club die zich nooit zal kunnen verzoenen met Philips II. Dus ze zijn ook een vastigheidje in zijn hele politiek. Ja. En je ziet Oranje bij wijze van spreken dan een beetje middelen met zijn vorstelijke aureool en zijn wat sobere uitstraling. Ja. Maar dus eigenlijk had het ook wel weer zijn effect, de manier waarop hij het deed en dat hij juist een beetje afstand hield van die luxe. Ja, ik heb eerlijk gezegd ook wel een beetje met twijfels bij of hij nou ook wilde uitstralen dat hij eigenlijk een soort burgermannetje was. Want dat was hij gewoon niet. Okay. Nee, en zo werd hij ook niet gezien. Ja. De afstand tussen hem en wij spreken de gewone bevolking was behoorlijk groot. Ja. Ook in zijn slechte momenten. Ja. Nu zei je net al even, geld zal wel ook wel een rol hebben gespeeld. En in je boek, ik wil niet zeggen op iedere bladzijde, maar op iedere 3 of 5 bladzijden komt toch wel weer eens voor dat er geen geld was. Ja. Om de troepen te betalen, de verplaatsingen, om zijn paleizen te onderhouden, wat dan ook. Ja. Terwijl hij is eigenlijk een heel vermogende man. De dames die hij trouwt zijn dat soms ook. En nu kan rijk zijn en toch geen geld hebben, dat gaat geloof ik wel vaker samen. Ja. Maar ik voel het toch wel opvallend en je denkt ook, wat ellendig eigenlijk. Hij is voortdurend, heeft hij enorme schulden. Ja. De vorst is hem heel veel geld. Als hij nog onder Spaanse heerschappij werkt, die zijn hem eigenlijk ook heel veel geld. Ja. Het lijkt me echt een heel vervelend bestaan eigenlijk. Ja, hij heeft continu geldnood gehad. Dat is eigenlijk al op het moment dat hij nog... Als kind al eigenlijk. Ja, goed, op het moment dat hij in de Nederlanden zit en volwassen wordt. Hij heeft een enorm gat in zijn hand in de zin dat hij houdt van spenderen. En, er wordt op een goed ogenblik wordt er ook door zijn rentmeesters wordt er gezegd, dit kan niet langer zo, want we krijgen het niet meer rond. Het wordt ook van hem verwacht natuurlijk dat hij veel uitgeeft wel, denk ik. Ja, dat heet conspicuous consumption. Hè. Je moet een beetje opzichtig laten zien dat je van vorstelijke allure bent. Want dat hoort bij wijze van spreken bij je statuur. Ja. Nou ja,
Oranje doet het ook, die heeft daar geen enkele moeite mee. Maar het kost net iets meer dan het oplevert, bij wijze van spreken. Ja. En dus dat is op dat ogenblik al een probleem. Op het moment dat hij in het uitslaande conflict belandt, is hij al belast met behoorlijk wat schulden. Ja. En op het moment dat hij in 1568 een troepenmacht op de been brengt, en die kost op dat ogenblik 1 miljoen à 1,5 miljoen gulden. En vermenigvuldigt dat meestal spreken voor hedendaags geld maar met een factor 50 of daaromtrent. Ja. Dan zie je dat die schuldenlast enorm snel toeneemt. Ja. Nou, wat hij dan probeert is natuurlijk die schulden zoveel mogelijk spreken bij anderen te parkeren. Ja. Nou ja, dat wordt het hele moeilijke vraagstuk van de rest van zijn leven. Dat hij eigenlijk nooit echt goed boven Jan komt. Ja, nu is het geloof ik bij vorsten niet ongebruikelijk dat ze heel veel schulden maakten. Nee. Dat deden andere vorsten ook. En je had allemaal van die bankiers in Duitsland, vooral in Antwerpen, die daarop inspeelden. Zeker. Maar het lijkt me toch lastig regeren inderdaad, of vooruitzien ook. Een oorlog voeren kost heel veel geld. Yeah. In de 16e eeuw worden de legers die oorlogen voeren, worden steeds groter. De mogelijkheden om steden te versterken worden ook steeds beter. Dat worden steeds grotere ondernemingen. Waarbij in korte tijd, vaak in de kwestie van weken en een paar maanden, worden hele versterkingen rond steden aangelegd. Dat kost natuurlijk ook bakken met geld. Ja. En uiteindelijk moeten die kosten worden afgewenteld op de bevolking. Maar met name in Nederland bestaat een vorm van besluitvorming, waarbij de staten uiteindelijk ook iets te zeggen hebben over de hoogte en de snelheid waarmee die bedragen dan worden afgeschoven naar de landsheer. Ja. Even een heel ander onderwerp. We zitten hier in de universiteit. Daar heeft Willem van Oranje natuurlijk ook van alles mee van doen. Dus dat heeft ons grote belangstelling. We gaan zo naar een filmpje kijken over wat dingen. Maar Willem staat natuurlijk aan de wieg van de universiteit. Zo wordt dat ook hier in Leiden altijd gezegd. Ja. Tot op de huidige dag de universiteit van Willem van Oranje. Ja, daar is iets voor te zeggen. Ja, daar is zeker wat voor te zeggen. Maar kun je iets meer zeggen over, nou, wat waren eigenlijk Willems intenties met de stichting van de Leidse universiteit? Ja, het is een beetje een meerledig verhaal, maar ik zal proberen dat kort te vertellen. De noordelijke Nederlanden hadden geen universiteit. Ja, geen academische instelling. In het zuiden had je Leuven en Douai ook. En ja, toch in de 16e eeuw, we hadden het net over de economische groei. Onderdeel van die economische groei is ook een steeds betere scholing van de brede middenklasse. Ja. En die dus die situatie van toenemende groei en economische ontwikkeling, die vraagt bij wijze van spreken al om academisch onderwijs. Yeah. Nou, de zonen van kooplieden die gaan op dat ogenblik dan naar Frankrijk, naar Italië, noem op. Maar de behoefte die is bekend om ook in de Nederlanden meer academisch onderwijs aan te bieden. Dat moet waarschijnlijk al ergens in het achterhoofd van Oranje gezeten hebben. Nou, die opstand werd zo 1572, 73, 74 werd wel een, nou, niet een doorstaand succes, maar de opstandelingen hadden toch in Holland een stevige poot aan de grond, in Zeeland ook. En dan komt er een beslissend moment. En dat beslissende moment ligt zo in de tweede helft van 1574. Okay. Leiden is ontzet. Ja. We denken wel, Oranje heeft om Leiden te belonen een universiteit geschonken met succes verzet bieden aan de Spaanse belegeraars. Maar er zat ook iets anders achter. Er waren tegelijkertijd ook bewegingen gaande om serieus tot een soort vredesakkoord te komen. Yeah. En die beweging zou eventueel kunnen uitmonden in een wapenstilstand en dan een pacificatie van de Nederlanden. En dat zou ook betekenen dat ook Holland en ook Zeeland weer onder het landsheerlijk bewind van Philips II zouden komen. Nou, die onderhandelingen, dat was ongewis wat daar precies uit zou komen. Oranje zag er niet veel in. Yeah. Maar het had best gekund dat er iets als een akkoord uitkwam. Okay. Dat maakte dat
Oranje zag, ik heb nog heel weinig tijd om hier iets te doen, om die positie van, wij spreken, mijn aanhang, maar ook de Calvinisten op dat ogenblik volop toegerekend moesten worden, om die te versterken in Holland. Onderdeel daarvan was een universiteit en hij maakt dan van de gelegenheid gebruik om heel snel de oprichting van de universiteit in gang te zetten, omdat het oprichten van een universiteit is het voorrecht van de landsheer, van de vorst. In een gepacificeerde toestand zou hij dat nooit meer voor elkaar kunnen krijgen. Dus hij drukt dat als het ware eind 1574, begin 1575 door. Dus daar zitten eigenlijk allerlei motieven achter. Het is niet zomaar een cadeautje dat hij uit zijn hoed toverde na de opheffing van het beleg. Een soort ingeving, daar was eigenlijk al over nagedacht. Neem ik aan. En daar had hij ook eigenlijk bedoelingen, duidelijke bedoelingen mee. Ja, dus die universiteit moest voorzien in een beter geschoolde predikanten, dat was één. Moest er ook voor zorgen dat die predikanten fatsoenlijke politiek-religieuze ideeën zouden hebben. Waarmee bij mij spreken ook. Maar ook waarschijnlijk civiele ingenieurs en dergelijke. Ja, dus dat speelde wellicht in die beginfase niet echt een leidende rol. Maar Oranje heeft, denk ik wel, dat zie je ook al in zijn aanstellingen, beleid, wel gezien dat die universiteit een brede humanistische basis moest hebben. Ja. Nou, dan stel ik voor dat we even naar een filmpje gaan kijken van collega Mart van Duin. Die gaat ons wat stukken laten zien met betrekking tot die allervroegste geschiedenis van de universiteit in Leiden. Ja, we zijn hier dus in de kluizen van de UB Leiden. En hier bewaren we de universiteitsarchieven. Die gaan terug tot 1575. En ik heb hier een stuk uit het universiteitsarchief dat qua inhoud zelfs nog verder teruggaat. Namelijk tot 28 december 1574. En dat is een brief van Willem van Oranje. Een afschrift daarvan. In het archief van curatoren. En dit is de brief waarin Willem van Oranje oproept tot het stichten van een universiteit in Holland of Zeeland. En op dit moment is nog niet duidelijk of dat dan Middelburg of Leiden wordt. En dit is ook nog niet de officiële oprichtingsakte, want daarvoor moeten we dus naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Gaat u mee? Ja. Erfgoed Leiden en Omstreken, daar moeten we zijn. Hey, dag Suzanne. Ah Mart, welkom bij Erfgoed Leiden en Omstreken. Ga je mee het depot in? Zeker. Dit is de la waarin we de stichtingsakte van de universiteit bewaren. Dit is de stichtingsakte van de Universiteit Leiden? Ja, dit is hem. Heel bijzonder om dat te zien. Ik zou dit stuk natuurlijk heel graag op de UB Leiden hebben, maar het is heel logisch dat het hier ligt, toch? Ja, daar hoort hij niet. Want de universiteit was er nog niet. Dus je kon ook geen stuk aan de universiteit sturen. En Philips heeft de stad Leiden de universiteit geschonken. Dus ja, vandaar dat het in het stadsarchief van Leiden. Dat is wel heel bijzonder, want we hebben het altijd over Willem van Oranje als stichter van de Universiteit Leiden. En nu staat er op deze akte heel groot Philips. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, Philips was de rechtmatige heerser hier. Dus hij was de enige die een universiteit kon stichten. Vandaar dat het stuk in zijn naam is opgesteld. En hoe zit het? Heeft Philips dat dan ook ondertekend? Deed hij dit van harte? Ik bedoel, ze waren toch vijanden in zekere zin? Ja, maar het is nog voor de akte van verlatingen. Dus er was nog geen officiële vijandschap. Als je het leest, dan denk je hij doet het van harte. Want hij staat ook ergens dat hij het op verzoek van zijn lieve neef Willem opstelt. Hij zal het niet zelf ondertekend hebben, denk ik. Maar wel zijn zegel is eraan verbonden. Ja, dus het is wel in zijn naam uitgevaardigd. Rechtmatig gesticht. Ja. Ja. Heel mooi. En die akte, heb ik begrepen, is dus ondertekend 6 januari 1575, en wij vieren altijd het ontstaan van de universiteit op 8 februari. Hoe zit dat dan? Ja, op 8 februari waren de grote festiviteiten.
En dit is inderdaad op 6 januari gedateerd. Zouden we niet een andere datum moeten kiezen om dan die viering te doen? Of gaat dat verschil? Nou ja, het werd natuurlijk al meteen het jaar daarna ook op 8 februari dat is gevierd. Zo. Dus ja, ja. Dat is nou eenmaal de dies. De traditie. Ja, het is een heel mooi stuk, groot die naam en die zegel. Maar wat staat er nou eigenlijk in, Suzanne? Het begint inderdaad met de naam en alle titels van Philips. Bieder gratie Gods, koning van Castilië, van Spanje, van Navarra, gaat eindeloos door. Dan geeft hij aan dat door alle oorlogshandelingen aan de kinderen eigenlijk geen school hebben kunnen, geen onderwijs hebben kunnen genieten. Mm-hmm. Dat ook door de oorlogshandelingen en ook de religieuze troebelen het raar zou zijn om kinderen uit Holland en Zeeland naar een andere universiteit te sturen. Ja. Naar een universiteit buiten dit gebied. Dat het niet veilig is om te reizen, maar ook dat de religie anders is. Mm-hmm. En daarna geeft hij aan dat er dus in Leiden een universiteit mag komen. Op verzoek van Willem, op voordracht van Willem van Oranje. Daarna, dat vind ik ook wel heel erg bijzonder, dat de stad Leiden gebouwen mag vorderen en mag slopen, mm-hmm, ten behoeve van de universiteit. Oh, dat is heel bijzonder. Ja. En dat was niet heel erg hard nodig, want er waren al heel veel katholieke panden waren al geconfiskeerd. Dus die konden meteen ten behoeve van de universiteit worden gebruikt. Ja. Ja. Maar Mart, hieronder heb ik ook nog wat anders liggen. Oh, ben benieuwd. Aha. Kijk, en daar zie ik een naam. Willem. Ja, Wilhelm. Bij de gratie Gods, prinsen van Oranje. Ja, daar is hij dan toch. Ja. En wat is dit voor stuk? Dit zijn de statuten van de universiteit. Ah, dat is wel een... Ja. Die zijn dus wel afgegeven door Willem van Oranje. De wetten en regels zijn dan toch bepaald door Willem. Ja. Ja. Ja, en dat gaat inderdaad, zijn echt heel precieze dingetjes over dat de hoogleraren en professoren aanwezig moeten zijn. Mm-hmm. En niet zomaar weg mogen. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld hier dat alle studenten komende tot de universiteit hen te laten immatriculeren. Ja, zich in laten schrijven. Ja. En daarvoor het te betalen. Tot behoefenissen van de universiteit 15 stuivers. Een collegegeld van 15 stuivers. Ja. Je zou willen dat het nog steeds zo was. Hè? Ja, ja, ja. Ja, persoonlijk vind ik dit eigenlijk een mooier stuk dan die oprichtingsakte. Want ja, het is natuurlijk in naam van Willem van Oranje. Maar je ziet hier ook echt het begin van de dagelijks functioneren van die universiteit. Alle regels die er golden. Dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Ja, heel erg bedankt dat je dat wil laten zien. Nou, graag gedaan, Mart. Ze zijn natuurlijk gewoon voor iedereen. Want ze zijn onderdeel van het Stadsarchief. En ze zijn ook voor iedereen te bekijken, want ze zijn gescand. Dus je kunt dag en nacht thuis ze bekijken, wanneer je maar wil. Perfect. Nou, dan ga ik thuis nog een keer kijken. Leuk. Fascinerend document om te zien in het archief. Heel belangrijk voor de Leidse Universiteit natuurlijk. René, nog even terugkomend op. Je noemde voor het filmpje al Douza en Jan van Hout. Mannen die een belangrijke rol hebben gespeeld in die beginjaren natuurlijk. Je zei Willem liet wel veel aan hen over. Had hij zelf nog, bemoeit hij zich daar nog mee? Of is het dan ook eigenlijk gedaan voor Willem van Oranje? En zegt hij, laat die universiteit nu maar zelf uitzoeken wat ze moet doen. Hij heeft zich wel op allerlei momenten nog bemoeid met het aanstellingsbeleid. Hij heeft ook bijvoorbeeld zijn rechterhand, Philips van Marx van Sint-Aldegonde, laten zoeken naar hooggeleerd personeel voor de universiteit. Dus het zat wel in zijn bewustzijn dat die universiteit ook aandacht nodig had om tot een succesvolle instelling uit te groeien. Ja, ja, dat was in die beginjaren natuurlijk best lastig soms om goede hoogleraren en dergelijke te vinden. Ja. Nu hangen achter ons eigenlijk twee portretten, tenminste reproducties van portretten. Mm-hmm.
Het portret achter jou, dat kent iedereen natuurlijk inmiddels, want dat staat op het omslag van je boek. De hele jonge Willem en achter mij eigenlijk de oudere Willem. Ja. Dat is in eigendom van de universiteitsbibliotheek. Dit portret hangt nu in het academiegebouw. Ja, er zijn eigenlijk redelijk wat portretten bekend, geschilderd. Ja. Mm-hmm. Vooral heel veel op papier zijn er ook gemaakt. Ja. Daar gaan we zo dadelijk nog kijken. Daar zal een collega iets van laten zien. Die portretten spelen een rol in, in de propaganda ook. Hè. We hadden het er straks al heel even over. Ja. Hij was vrij bescheiden met zijn kunst. Maar dit soort portretten liet hij wel maken, omdat ze inderdaad natuurlijk... Speelden ze ook een rol in het zoeken van huwelijkskandidaten? Ja, dat is wel een verhaal dat vaak terugkeert in 16e-eeuwse verhoudingen. Een huwelijk op vorstelijk of hoogadelijk niveau is altijd een verstandshuwelijk. Ja. Desondanks, als je trouwt met iemand die een goede partij heet te zijn, mm-hmm. dan wil je altijd ook nog wel dat het ook een beetje aangenaam is. Dus er wordt met name op het moment dat er geruchten gaan over of iemands karakterologische hoedanigheden of over iemands uiterlijk, dan wordt er nog wel eens gevraagd om ook een portret heen en weer te sturen. En dat doet Oranje waarschijnlijk bij Anne van Saxe. Bij Anne van Saxe is er zelfs sprake van dat daar binnens huis, in het huis van Saxe, wordt gezegd van ja, we hebben nu een portret van Anna laten maken. Die was niet heel erg aantrekkelijk als vrouw. Toen zeiden van ja, ze staat hier wel heel erg flatteus op. Dat wekt misschien toch een verkeerde indruk en laat ze opnieuw een portret maken. Ja. En, dat is natuurlijk altijd afwachten hoe de werkelijkheid is als je portretje kent. Daar zitten heel veel checks en balances in zo'n proces. Ja, en dat is altijd wel komisch ook om te zien. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk ook de bittere waarheid van, of de bittere waarheid, gewoon de simpele waarheid van de 16e eeuw. Dat de afstanden heel erg groot zijn. Ja. En de mogelijkheden om elkaar heel even te ontmoeten, die zijn natuurlijk niet zo groot. En, dus dit komt wij spreken ook voort uit het grote communicatieprobleem van de 16e eeuw. De wereld is, wij spreken, in korte tijd heel snel zich aan het vergroten. Yeah. Afstanden worden steeds groter, de hele wereld wordt bevaren. Er zijn allerlei mogelijkheden om, over afstanden dingen met elkaar af te spreken. Maar de communicatiemiddelen, die zijn er eigenlijk niet of nauwelijks. Yeah. Dus in Europa rennen continu couriers op paarden heen en weer tussen de verschillende regeringscentra om die communicatie op gang te houden. Ja. Maar waar wij, als we naar die 16e eeuw kijken, rekening mee moeten houden, is dat er op al die lijnen zit een enorme vertraging van dagen, weken, zo niet maanden. Ja, dat verbaas ik me wel eens, want ik hoor toch ook wel eens dat het soms heel snel kan gaan. En ik heb wel eens gelezen ergens dat bijvoorbeeld de wegen over de Alpen, dat waren bijna een soort snelwegen van mensen, handelaren, couriers inderdaad. Ja. Ging aan de lopende band. Ja. Dus er werd inderdaad ontzettend veel gereisd. Maar hoe heeft hij het eigenlijk gedaan, Willem, met zijn huwelijken? Ja, die huwelijken, dat is wel een apart verhaal. In de zin dat lange tijd is gedacht dat Oranje's huwelijksleven, hij heeft 4 vrouwen gehad, dat gekenmerkt werd op zichzelf door redelijk harmonieuze huwelijken. Met 1 uitzondering en dat was het ontsporende huwelijk met Anna van Saxe. Maar ik kwam er toch wel achter dat bijvoorbeeld het eerste huwelijk met Anna van Buren, met wie hij op 18-jarige leeftijd trouwt, zij is ook 18, of zelf zou je denken van nou... Vrij jong, maar niet extreem in die tijd? Nee, maar ook ze konden goed met elkaar overweg. Maar zagen ze elkaar wel veel? Nou ja, daar ontstaan de problemen. Willem van Oranje is continu van huis. Ja. Hij is opgenomen in de oorlogsmachinerie van Karel V en later van Philips II.
En hij zwerft continu door Noord-Frankrijk met zijn troepen. Ja. En als hij niet door Noord-Frankrijk zwerft, dan zit hij wel in Brussel te vergaderen met de Raad van State. Ja. Dus hij is er weinig. En Anna kan daar niet goed tegen. Je zou nog kunnen denken van ja, dan moet je toch tegen kunnen, daar heb je bij wijze van spreken voor getekend. Ja. Maar zij kan er slecht tegen. Ja. Zij heeft heel duidelijk last van depressiviteit. En wel zo erg dat het ook levensbedreigend wordt. Ja, ja. En ze sterft jong. Dat is echt serieus, ja. Ja, ja. En ja, er wordt een beroemde dokter, dokter Vesalius uit Leuven, hoogleraar uit Leuven, bijgehaald. De man van het beroemde traktaat, anatomisch traktaat. Ja, ja, en die kan niet anders dan vaststellen dat de aanwezigheid van Oranje bij wijze van spreken beslissend is voor de gemoedstoestand van Anna van Buren. Op het moment dat hij dat in een brief ook aan Willem van Oranje laat weten, die zit dan ergens diep in Duitsland, komt hij snel terug. Maar het heeft Anna van Buren niet van de dood kunnen terughalen. Nee. Het is een heel tragisch verhaal. Ja. Hetzelfde zie je gebeuren bij Anna van Saksen, of iets vergelijkbaars. Maar oké, dat lag al heel gecompliceerd. Maar je ziet het ook bij een in beginsel vrij harmonieus huwelijk als met Charlotte de Bourbon, die ook binnen een aantal jaren hele depressieve klachten begint te ontwikkelen. Ja. Ik vond dat wel heel interessant, want ik kende dat verschijnsel. Nou, niet dat ik me ooit eerder in het huwelijksleven van die 16e-eeuwse vorst had. Nee. Maar je denkt van die mensen zijn bij uitstek gewend. Nou, ze zijn vaak getrouwd met iemand die ze eigenlijk niet kennen. Dus je zou zeggen, ze trekken zich terug in hun eigen hofhouding als het ware. Maar ik vond dat wel heel fascinerend om te lezen, dat dat speelt in die tijd. Het zal, daar zal ook in hebben meegespeeld, dus dat er ook altijd financiële problemen waren. En dat er altijd politieke spanningen waren. Ja. En dat moet je dan ook als vrouw, moet je dat bij wijze van spreken maar ondergaan. Ja. Dus dat zal denk ik ook een stressfactor geweest zijn. Dat kan bijna niet anders. Dat lijkt me een verschrikkelijke stressfactor. Ja, Nou, het is misschien toch aardig om nu even te kijken naar wat we van portretten in de collectie nog meer hebben. Want dat is een enorme hoeveelheid. Er zijn weinig mensen van wie we zoveel portretten hebben als van Willem van Oranje. Uit die tijd, uit de 16e eeuw. En collega Sanne Hansler gaat ons daar iets van laten zien. Van onze stichter Willem van Oranje zijn al van een vervroeg moment veel beeltenissen in onze collectie aanwezig. Zijn zoon Maurits studeerde in 1598 af aan de universiteit en gaf een portret van zijn vader en van hem als schrift voor zijn studie. Deze portretten van Daniel van de Keborn zijn nog steeds aanwezig in de universiteit en waren beide voorzien van een wapenschild. Al vroeg waren deze ook prominent aanwezig in de universiteit zelf. Zoals hier te zien op een prent van Willem Zwanenburg naar Woudanus uit 1610. Hier zien we de manshoge portretten van zowel Willem als Maurits uitkijken als een soort van vaders over de universiteitsbibliotheek in de 17e eeuw. In het prentenkabinet van de universiteitsbibliotheek zijn veel portretten van Willem van Oranje aanwezig. Het leuke als je zo'n doos opent is om te zien dat er veel portretten zijn gemaakt naar schilderijen. Dus naar schilderijen van Mierenveld, schilderijen van Keborn. Je ziet dan ook eigenlijk dat er steeds een soort van dezelfde gezichten naar je terugkijken in een verschillende variatie van staat en uitwerking. We beginnen hier meteen met een hele interessante. Dit is namelijk een propagandaprent uit 1570, die gemaakt is voordat Willem van Oranje zelf de heerschap had. En deze is gemaakt naar aanvolging van de tiende penning die was ingevoerd door de hertog van Alva. Hierboven bij het wapenschild zie je 9 penningen en eentje daarvan heeft een kruisje erdoorheen. En het gaat om dat die tiende penning werd gebruikt als belasting voor alle roerende goederen. Dus eigenlijk iedereen moest 10% van zijn inkomsten afstaan. Het leuke is dan ook dat hier Alva is afgebeeld als wolf, als de slechte. En Willem van Oranje is afgebeeld als lam, als de goede. Beide ook voorzien van een wapenschild voor als je het nog niet doorhad dat ze het waren. Deze print is een mooi voorbeeld van het gebruik van allegorieën en attributen. Zo zie je hier het portret van Willem van Oranje. En het is omzet door allerlei soorten attributen zoals de palmtakken, de oranje tak, maar ook de vrijheidslans en de vrijheidshoed. En hieronder zien we het anker, wat staat voor hoop, en een spiegel en een slang die staan voor voorzichtigheid. Allerlei manieren om zijn karaktereigenschappen een soort van te uiten.
En het mooie is dat hier op het relief hieronder ook nog de moord te zien is. Dus waar Willem van Oranje op de trappen in Delft door Balthasar Gerards wordt neergeschoten. Door de jaren heen is Willem van Oranje op veel verschillende wijzen verbeeld. Maar je ziet ook dat de nieuwe materialen en de nieuwe technieken steeds een soort van nieuwe verbeelding met zich meebrengen. Dus het portret wordt steeds wat minder Willem van Oranje en gaat eigenlijk wat met de trend mee. Dus hier zie je dat ook in de wat latere litho's. Hier hebben we nog een heel mooi exemplaar. En dat is de prent die Hendrik Goltjes, de bekende prentmaker, maakte op 23-jarige leeftijd. Willem die was op dat moment 48 jaar. En het bijzondere aan deze prent is dat hij Willem, dat hij niet zozeer of als veldheer of als goede staatsman weergaf, maar eigenlijk die twee een soort van samenvoegde. Dus je ziet dat Willem gekleed is als veldheer in vol ornaat. Maar tegelijkertijd heeft hij een soort van sereniteit in zijn gezicht, wat staat voor zijn karakter als goede staatsman. En dat is best wel mooi, want vaak zie je toch dat het of het een of het ander is op de prent. En de prent van Godsjes is helemaal omzet met een beetje overweldigend rolwerk. Rondom het rolwerk zie je ook nog vier emblemata, die eigenlijk een soort van uiting geven van zijn goede karaktereigenschappen. In de 19e eeuw was er een hernieuwde interesse in de nationale historie, wat ervoor zorgde dat er veel standbeelden werden opgericht van veldheren, van wetenschappers en ook van regenten. Willem van Oranje kan natuurlijk niet ontbreken in dat rijtje. Hier zien we het standbeeld dat Louis de Royer maakte, wat in 1848 is onthuld in Den Haag op het plein nabij het Binnenhof. Het grappige is dat hier dan veel prenten van gemaakt werden ter ere van de oprichting van zo'n standbeeld. We zien hier bijvoorbeeld nog een versie en hier nog een. En een ander standbeeld wat 2 jaar daarvoor werd opgericht op het Noordeinde, dat is dit ruiterstandbeeld van Nieuwekerken. Dus, dat is weer een hele aparte manier van een soort van portretteren van een ander kunstwerk. Dus een kunstwerk van een kunstwerk van een kunstwerk. Als we het hebben over beeldhouwwerken is er natuurlijk iets dat niet kan ontbreken. En dat is het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft, gemaakt door Hendrik de Keizer. Dit is tevens ook onderdeel van veel prenten. En gelukkig voor Willem zit hij niet helemaal alleen in een doos. Hij wordt bewaard samen met zijn vrouwen. Met Anna van Egmond, Anna van Saxe, Charlotte de Bourbon en zijn laatste vrouw, Louise de Coligny. Als afsluiter laat ik nog een van onze topstukken zien, namelijk de begrafenisstoet, gegraveerd door Hendrik Goltjes. Dit is de begrafenisstoet die op 3 augustus 1584 door Delft liep, met alle hoogwaardigheidsbekleders. Ik zal nu een klein stukje afrollen, zodat we ook nog de kist van Willem van Oranje zelf kunnen zien. Dit zijn alle mensen die er achteraan lopen. En de hele prent is 12 bladen lang. Dus we kunnen nog een stuk doorrollen. Zo zie je ook hoe belangrijk Willem van Oranje was in zijn tijd. Deze herdenkingsprent is in totaal zo'n 4 meter lang. Dus we zouden er nog een stuk uit kunnen rollen. En als we dat zouden doen, dan zou je zien dat er nog vele hoogwaardigheidsbekleders en herauten voor de kist uit zouden lopen. Dankjewel Sanne, dat was interessant om te zien. Vooral ook die begrafenisstoet van Willem in 1584. Ja, in Delft. 1584, nou we zien het hier achter ons hangen. Dit is een voorstelling van de moord in Delft. 10 juni, wat was juli. Het? Juli. En het is natuurlijk een hele bekende scène. Ik denk dat heel veel mensen dit beeld meteen herkennen. Ja. Hoewel het natuurlijk niet een eigen tijdsbeeld is. Dit is Jan Luiken. En Jan Luiken werkte zo'n 100 jaar nadat het eigenlijk gebeurd is. In het begin zagen we een kort filmpje van dat jij in Delft bent. En toen zaten er volgens mij hier ergens kogelgaten. Ja. Maar op deze voorstelling schiet de moordenaar in een hele andere richting. Kun je ons even terugnemen naar die dag in Delft? Wat er toen gebeurde? Ja, het was een vrij normale dag in Delft. Dat wil zeggen, Oranje deed 's morgens gewoon wat politieke zaken, waar één curieus element wel in zat. Hij heeft zich ook over zijn eigen testament gebogen op diezelfde ochtend. Oh, ja. Er was altijd aanloop van bezoekers. Er was in dit geval een burgemeester uit Leeuwarden. En die at ook mee. En ze genieten het middagmaal. Ja, dus dat klopt nog wel een beetje wat we zien daar. Ja. Tafelgereedschap over de grond op gaan. Ja. En dan is er ook iemand die al een tijdje daar in Delft rondloopt en die af en toe wat zaakjes voor het hoofdkwartier van Willem van Oranje
uitvoert. En dat is François Guillon, ook beter bekend als Balthasar Gerards. Een Franstalige jonge man uit, uit het graafschap Bourgondië. En ja, deze man die wekt de indruk dat hij, misschien wel het goede met Willem van Oranje voor heeft, maar het blijft een beetje een rare snoeshaan. Hij weet zich zo rond het moment dat Willem van Oranje van tafel opstaat en weer naar boven gaat om in zijn werkkamer te gaan zitten. Hij houdt zich daarop en weet zich ook in de buurt van Willem van Oranje op te stellen. Yeah. Hij vuurt zijn pistool af. Hij had nog een reservepistool. Mocht het mislukken, dan kon hij dat ook nog afvuren. Yeah. En in dat pistool zaten drie kogels, verbonden met een draadje. Bedoeld om in één keer heel veel schade aan te richten. Hij vuurde het af op de borst van Willem van Oranje. Hij wilde zeker zijn van zijn zaak wel, Balthasar Gerard. Ja. En dat schot dat is ook fataal. Willem van Oranje heeft wellicht nog enkele seconden tot misschien een minuut of daaromtrent. Mooi, als eigenlijk op slag dood. Ja. Ja, het was in de hartstreek. En, veel niet veel tegen te doen. Nee, en hij stond ook vlakbij, geloof ik. Hè? Hij moet waarschijnlijk. Want Willem van Oranje was wel omringd door mensen. Hij kon niet heel dichtbij komen. Dus die mensen zijn hier bij wijze van spreken door Jan Luiken uit de voorstelling weggepoetst. Waarschijnlijk heeft Balthasar Gerards over de schouder van iemand het pistool afgevuurd. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus dat in de Prinsenhof die kogelgaten, de vermeende kogelgaten, want ja, ze zijn toch wel enigszins apocrief, vrees ik. Dat die zo laag zitten, dat zou wel enigszins daardoor verklaard kunnen worden. Dus dat de schootrichting diagonaal naar beneden was. Ja. Ja. Nou ja, dus, ik vind het nog altijd onvoorstelbaar dat daar een inslag van kogels in de muur is geweest. Terwijl die kogels werden afgeremd natuurlijk door de vleesmassa van. Ja, dan zouden er eigenlijk meer kogels afgevuurd moeten zijn. Ja. Nou ja, het is een iconische plek natuurlijk in Nederland. En het is ook het is een beroemd moment. Ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Uit hun schoolboekjes of wat dan ook. Dit had natuurlijk enorme consequenties voor de Nederlanden. Ja. Dat gaan we niet meer allemaal bespreken, hoe interessant dat ook is. We gaan een beetje, denk ik, naar de afronding van het gesprek toe. En dan wil ik nog eigenlijk natuurlijk, het is een bijna voor de hand liggende vraag, maar het beeld dat je van Willem van Oranje hebt toen het boek af was, is dat nou heel erg veranderd dan vergelijkbaar met het moment toen je begon? Ja. Dat is natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Want waarom had ik anders die 20 jaar van mijn leven gespendeerd aan het onderzoek? Om ons boek te leveren. Dat is. Nee, ik heb wel heel veel. Op heel veel manieren mijn inzicht in de figuur Oranje kunnen verdiepen. Ja. Het eerste is dat hij een buitengewoon geestelijke en politieke flexibiliteit moet hebben gehad. Je ziet Oranje evolueren, maar je ziet hem ook naar omstandigheden handelen en ook allerlei zaken in zijn doen en denken aanpassen. Yeah. Dus het is in die zin een behoorlijk dynamische persoonlijkheid. Wat ik ook interessant vond was, en dat wist ik niet, want we kijken natuurlijk naar die 16e eeuw als een periode van enorm veel conflicten. Mm-hmm. En bij de figuur Oranje hebben we het dan al heel snel over zijn tolerantie, zijn verdraagzaamheid. Ja. En die tolerantie die zie je bij wijze van spreken bij hem ook een enigszins pijnlijke gedaante aannemen. En die tolerantie politiek van hem die mislukt. Maar ik kwam er ook achter, het gaat misschien in de kern bij Oranje niet zozeer om die tolerantie. Dat is wel het praktische instrument waarmee hij werkt. Maar hij wilde eigenlijk vooral verzoening. Hij werkte in een politiek religieus denken waarbij de conflicten, als we de tijd maar zouden krijgen, zich zouden moeten kunnen oplossen. Dus dat het algemeen christelijke idee van Europa bij wijze van spreken zich weer zou herstellen. Toch idealistisch. Ja, maar tegelijkertijd ook is dat een politieke agenda waar ze ook in
in grote delen van Duitsland, maar ook aan het Habsburgse Hof in Wenen. Mm-hmm. En ook in Parijs, het Franse Hof, is daar ook mee bezig. Yeah. Er wordt ingrijpend nagedacht over het oplossen van die religieuze strijd, ja, die ook zoveel politieke consequenties heeft. Het is wel een beetje tragisch, want eigenlijk wil iedereen wel vrede en een zekere mate van verzoening. Ja, ja. Maar men slaagt er niet in om dat te bereiken. Nee, dit slaagt niet. Ja. En je ziet dan ook in Madrid, Filips II zit overduidelijk niet op dat spoor. Ja. Het katholieke geloof zal in zijn oude luister hersteld moeten worden. Dat gebeurt en over een alternatief wil hij het niet hebben. Ja, ja. En dat is de as Rome Madrid die wat dat betreft de gelederen vrij goed gesloten houdt. Maar ook een beetje star is dus eigenlijk toch. Ja, ja. En Lutheranen en Calvinisten, ja, en ook dopers denken er niet over, ja, om zich weer onder dat katholieke bewind te scharen. Nou, ik wou eigenlijk vragen, maar ik durf het nu haast niet meer, omdat ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar was Willem een beetje een gelukkige man? Ja, is een hele... Krijg je daar een indruk van? Nou, ik heb bij het begrip geluk altijd, bij het begrip gelukkig altijd de neiging om te vragen wat is de definitie van gelukkig? Ja. Het is een moeilijk woord natuurlijk, dat begrijp ik wel, maar tevreden kun je misschien zeggen of... Nou kijk, geluk is volgens mij zoiets als het moment waarop de verschrikkingen van het verleden en ook de dreigingen van de toekomst even geen rol spelen. Ja. Dat kun je soms wel eens hebben. De huiselijke omgeving misschien. Dat je bij wijze van op de grassprietje in je mond aan de slootkant zit en denkt, wat is het toch mooi. Ja. In de verte zie je wat koetjes lopen, ja, en een mooie ochtendnevel. Of die zal ik een momenten trekken gehad hebben. Ja. Maar ik denk dat bij Oranje in dat enorm drukke politieke leven die vorm van geluk zich eigenlijk nooit heeft kunnen voordoen. Aan de andere kant, hij heeft wel gezien dat hij iets kon bereiken. Dat, ja, heeft hij, denk, en, dat en, heeft hij. En als je geluk op die manier definieert, dan heeft hij zijn goede momenten gehad. Was hij in ieder geval niet helemaal altijd ongelukkig? Nee, nee. Ben je nu helemaal klaar met Willem van Oranje? Ja, vanuit dit perspectief wel. Ik maak nu nog een klein annex bij de Zwijger. Oh ja? Onder de titel Het reisboek van Willem van Oranje. Omdat er zo'n hele mooie topografische dimensie in het leven zit. Ja. Hij reisde veel. Maar hij heeft ook op allerlei manieren zijn invloed doen gelden op het landschap. Hij heeft steden gesticht, steden laten versterken. Okay. Hij heeft polders aangelegd. Ja. Nou ja, allemaal van dat type. En wanneer gaat dat verschijnen? Is dat al bekend? Of? Nou, ergens in de loop van volgend jaar. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, daar kijken we dan naar uit. Dank je wel, René, voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik hoop dat u als kijker ook met veel belangstelling heeft gekeken. Ik kan u van harte aanbevelen dit boek te kopen en te gaan lezen. U leert er waanzinnig veel van uit. Er staan zo ontzettend veel interessante dingen in. En ik zie u graag bij een volgende boekensalon terug.